jongens, ik kan het bijna niet aan. Ik ga naar Thailand! Yes! Na een hele lange vlucht zijn we geland. En het eerste wat er gebeurt is gewoon meteen bam. Je krijgt gewoon meteen die hitte in je gezicht. En het regent. Ik weet niet wat het is met mij, maar altijd als ik ergens aankom, dan regent het. Het regent gelukkig niet meer. Dat was alleen even een drupje. Maar we zitten nu in de bus. In een soort van... Ja, ik kan het niet zo goed zien, maar dit is een soort van partybus. Good morning, Siri. Morning. So what are we going to do today? We're gonna do a Skylab. They call Skylab. Okay. Skylab, so because it's quite fast. It's actually three wheel. So we get in the tuk-tuk. We get in the tuk-tuk. Be careful your step, hè? Ik heb dus gisteren gehoord van Siri dat tuk-tuk, dat is dus een naam die door toeristen is bedacht, omdat de motor tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk deed. Super. Nu niet eens meer. Oh, daar gaan we. This one we call khao tea. Khao mean rice, tea is mean grill, barbecue. Oh. This one is like our morning snack. Het is nog steeds 6:30 ochtends. Hoe laat is het? 7:00. Oh, 7:00. Ja. Yeah. En dit is ons ontbijt. Oh mijn god, dit is een rat die hier gewoon ligt. Nou, deze is even, Simone, deze is even voor jou. Als je dus groenten wil, waarom denk je dat die Thai allemaal zo slank zijn? Kijk eens even. Groen, groen, groen. Yeah. Oké, okay, Roel gaat de challenge aan. Deze is pittig. Pittig? Deze is jackfruit. Een beetje wel. Gat is mij, goed te doen. Oké, okay, maar nu ben je echt de echte pittige shit aan het eten. Roel moet hier even van bij komen. Hallo. Spicy. Oké. Oh, ik vind het zo tof van je dat je dit durft. We zijn nu dus bij Spa Oasis. En kijk, dit is ons huisje. Hier gaan wij nu gemasseerd worden. 2 uur lang, Jasmin. 2 uur lang. Super lang. Nog even een openlucht douche hebt. Dit is het leven, jongens. Zie je er gewoon een half jaar niet en daar is ze, Harjarina in Bangkok. En Wouter is ook van de partij. Yes. Lekker bedje. Alles nog ingepakt, want morgen vliegen we alweer door naar Louis. Kijk wat er allemaal op mijn bed ligt. Een Louis Vuitton Bangkok. City Guide. Oké, guys, goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit het busje. We gaan nu onderweg naar de airport, naar bestemming 2, Louis. Zeg het zo goed. And there she is again. Our mother, Siri. Hi. Okay, then you put the fish, there's pieces of fish here. Kijk, hier zit echt een hele strategie achter. Lemon glass, ginger, lamb, dry shrimp, okay, chili, okay. Okay. You go there? Thank you. Ik ga voor het eerst in mijn leven dragon fruit eten. Het smaakt een beetje naar kiwi of zo. Alleen dan iets bitterder, ja. Teach you something in Thai? Ja. Delicious? Ja. Arroy. 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 That's not so difficult. Not difficult? Oké. Okay. Arroy, mak mak. Very delicious. Arroy mak mak. Sawadee ka. Sawadee ka. Sawadee ka. Kee ka. Sawadee ka. Mean hello. Kijk deze man, joh. Zie je dit een beetje zitten? Ja, ik wil. Ja? Ik zie haar wel zitten.
Kijk, ik ben hier met mijn brillenvriend. I like your glasses. Net bij ons hotel gedropt. Hoe leuk is dit? Zo schattig. Oké, we doen een roomtour. Hiermee ga je gewoon je kamer op slot doen. En kijk, dit is mijn bedje. En dit is gewoon het uitzicht. Check, ze gaan dan gewoon. Yo, yo, yo. Net alsof we in Engeland zijn, want je moet hier dus aan de linkerkant van de weg fietsen. Wat ik nu niet doe, dus steeds dan wijk ik uit. Maar eigenlijk moeten we naar links. Anders raken die mensen hier helemaal in de bar. And the sun goes down. Doodoodoodood. Oh mijn godje. Dit beest zit in mijn hotelkamer. En hij doet... En hij leeft nog. Oh kijk, en hier aan de buitenkant van mijn raam zit er gewoon nog één. God. Het is nu kwart over. Ceremonie doen met monniken aan het water bij zonsopgang. Oké, dit is de situatie. We zitten er nu dus klaar voor op een kleedje met traditionele kledij aan. En dan hebben we dus een mandje met sticky rice. En dan komen ze voor ons liedjes zingen. Eigenlijk een soort van. En dan geven we een beetje rijst. En mag jij even voordoen wat voor houding we dan aannemen? Ja, en dan moet je zo gaan zitten. Ja. Tot ze uitgezongen zijn eigenlijk. En het idee is dus, dat is best wel mooi, dat je dus iemand bedankt. Dus dat je aan iemand denkt die je wilt bedanken. Ba lan hai chư phon chư.